Welkom bij... Irritanda wordt Oene. Wonderavond oneer. Ah ja, dat was het. Oh, het is eindelijk zover. Het paardenmeisje in mij komt naar boven. Het is tijd voor mijn lievelingsprogramma. Amika, Amika. Ja, super, super leuk. En ik moet eerlijk toegeven, ik heb ook al vaak meegekeken met mijn zus die naar Amika aan het kijken. Was zo leuk. Ja, en ik had ook een dikke vette crush op Olly. Oh, ja. Ik op Amika. Oh. Op Amika? Hm? Nee. Ik ben het liefste paard van heel mijn meisje. Jammer dat andere mensen niet zo denken. Nee, even serieus hier, want vandaag gaan wij een grote openbaring doen, hè? Namelijk het geheim van Amika. Wow, echt? Ja, want wat heel weinig mensen weten, is dat Merel niet zomaar aan Amika is geraakt. Ja, daar gaat een hele geschiedenis aan vooraf. En dat is eigenlijk niet zo netjes gebeurd allemaal. En het begon allemaal met een verlanglijstje voor de Sint. Ja, alleen heeft de Sint die brief dus nooit gekregen. Ze wil een paardje. Paarden? Ah, Merel. De Sint heeft jouw brief dus niet gekregen. Gaat het? Wat is er? Ik wou iets anders. Dat paardje. Mijn schat. Oh, dat trekt op niks, hè? Oh, rustig, niet meer zo benen. Oh, nee, ik ga de Sint wreken. Ja, jammer, maar helaas geen paard voor Merel, wel een oude gsm. En daar was ze niet zo blij mee en daar ging ze het ook niet bij laten. Nee, absoluut niet. Merel die moest en zou een paard krijgen van de Sint. En ja, je kent Merel, als Merel iets in haar hoofd heeft... Enfin, ja. Een jaar later, op 6 december, kreeg ze dan toch eindelijk wat haar hartje al die tijd begeerde. Amai, samen gaan we knallen, toch? Jij en ik. Wat een droom. Wel, ik denk dus niet Je hebt er precies minder zin in dan ik, hè? Zou de Sint jou niet missen? Ja, ik kan dus eigenlijk niet blijven, eigenlijk, feitelijk. Ja, die Merel natuurlijk dolgelukkig met haar paard. Alleen is er een klein detail dat ze nog niet allemaal doorheeft. Klein detail? Sarah, dat is geen klein detail, hè? Dat is toch helemaal geen cadeautje van de Sint. Dat is slecht weer vandaag, die ze daar heeft zien staan. Ja, en ja, ze gaat uiteindelijk het paard terug moeten afgeven aan de Sint, hè? Logisch, hè? Ja, maar Merel die laat haar hoofd natuurlijk niet hangen en ze zoekt naar een oplossing. Al weet ik niet of die oplossing zo haalbaar is. Wat moeten we nu doen? Ik wil voor eeuwig samen zitten. Jij en ik. Ja, maar Merel, dat gaat niet. We beginnen over de Sint. Ja, maar... Oh. Ik moet niet weten. Ja, maar ja, ik ga mij toch nodig hebben om... Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat ik wil voor zorgen. Ja. Misschien krijg ik jou hierin. Waarin? Ja, nee, Merel. Even kijken, hè. Zo. Merel, dat gaat niet. Hier Merel, je ziet dat toch zo? Of pas jij Merel, jongens, toch met een rug? Allee, belachelijk, kom aan. Arme Merel. Ja, ik weet het. Het is verschrikkelijk. En het wordt nog hartverscheurender, hè. Oh, nee. Ja. Stomme. Ik kon je niet laten vertrekken. Amika, wat moet ik nu doen? Als jij er niet meer bent. Het is slecht weer vandaag, niet Amika. Ik ga je zo ontzettend hard missen. Ja, ik ook. Maar kom nog langzaam met de Sint. Ik ga je nooit vergeten. Ah, lieve Amika. Ja, maar sorry dat ik het weer zeg, maar ik heet dus echt wel slecht weer vandaag, niet Amika. Kom,
dikke knuffel, Amika. Nee, laat me los. Amika, ik heb dat niet graag. Amika. Amai, amai, amai. Oh, Sarah, wat wij Merel toch allemaal aandoen, hè? Dat is toch grappig eigenlijk. Maar, stel je voor dat dat echt was. Och, garme. De Sint zijn paard kwijt aan die Merel. En gewoon geen Sinterklaas op. Paard, gewoon Sinterklaas. Zonder paard. En dan komt hij nog wat later. En dan valt hij nog wat pak. En dan beetje zijn been. En dan Sarah, cadeautjes. Sarah, dat zou een ramp zijn. Sarah, dit is allemaal verzonnen, hè? Weet je nog? We hebben dat... Allee, dat is vals. Ja, dat weet ik. Maar ik stel je voor, hè? Hypothetisch gezien. Ja, maar het is niet dus, hypothetisch. Allee. Het zou wel een ramp zijn. Ja, als. Het zou een ramp zijn, ja. Dat is een ander programma, stel je voor.